12 oktober 2016, de dag die de Alphense geschiedenis in zal gaan. Ruim 40 jaar geleden zijn in Zwammerdam Romeinse schepen van 2000 jaar oud opgegraven. En vandaag komen ze terug naar Alphen. Uitnodigen hier plaats te nemen op het Rijnplein. Emoties moeten bij u bovenkomen, want 2000 jaar geleden waren hier Romeinen van ver. Ze zochten hun heil hier in het koude, natte oord. Meneer van der Wereld is even opgraven geweest. Ik heb nog niet kunnen bedenken dat ik hier vandaag zou gaan. Het is in het landgoed, de Hoge Burcht, waar Ipsen de Brug gevestigd is. En het unieke van de verzameling en de collectie, dat vind ik enorm. Bijna niet beschadigde collectie is. Heel veel schepen bij elkaar. En dat maakt het heel bijzonder. Dat maakt ook de Hollandse Delta zo bijzonder, want die vocht in de grond zorgt dat het hout geconserveerd blijft. Wethouder Kees van Velsen, achter mij de container met stukken van de schepen. Klopt dat? Dat klopt. Die zijn heel goed geconserveerd. Schepen zijn na 42 jaar teruggekomen. Ze zijn opgeslagen geweest bij de Rijksdienst in Lelystad. Die hebben alles geconserveerd. Het kwam hier 42 jaar geleden uit de bodem in Zwammerdam. En het was toen ook heel goed geconserveerd in het zandpakket wat er lag. Maar nu is dan de tijd aangebroken dat we echt die schepen weer in elkaar gaan zetten. En wij gaan een nieuw Romeins scheepvaartmuseum bouwen in Alphen aan den Rijn bij Archeon. En daar zijn ze tentoongesteld vanaf over 2-3 jaar. Jack Veldman, de eigenaar van het Archeon. En ik ben wel heel erg benieuwd, want de schepen zijn nu eindelijk terug in Alphen. Wat gaat er nu mee gebeuren? Het is een stuk geschiedenis van Alphen aan den Rijn en die gaan we natuurlijk bekendmaken. Vandaar moet deze actie hier op het Rijnplein. Het is archeologiedagen en maand van de geschiedenis. We blijven de komende dagen met de container op het Rijnplein staan om iedereen uit te leggen en te laten zien wat het verleden van Alphen aan den Rijn is geweest met twee castella. Dan gaan we de schepen de komende jaren, want dat is heel veel werk, in elkaar zetten. Het moet worden schoongemaakt en in elkaar gezet worden. En dan gaan we daarna bouwen aan een museum, een groot gebouw, want het langste schip is 36 meter. Dus dan moet wel een gebouw van 45 meter lengte al komen. En dan laten we dat tentoonstellen en dan gaan we buiten de schepen ook het hele verhaal van de Romeinen in de Hollandse Delta vertellen. Ik ben Maarten de Weert en destijds was ik medewerker van het Instituut voor Pre- en Proothistorie van de Universiteit van Amsterdam. Dat dus de opgravingen in Zwammerdam heeft gedaan. Meer of meer bij toeval zijn die boten ontdekt. En toen hebben we dus een plan gemaakt om dat te onderzoeken. Maar het belangrijkste wat daarbij tevoorschijn kwam was dat ze eigenlijk veel groter waren dan we hadden kunnen voorzien. Dus het onderzoek heeft steeds langer geduurd. En zo is van het ene rolde in het andere. En uiteindelijk zijn in volgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zijn boten onderzocht en gedocumenteerd. Het is toch iets wat je destijds niet kon bedenken dat het op deze manier nog eens een keer vervolg zou krijgen. We hebben al een kleine glimp kunnen opvangen van de Romeinse schepen. Nog eventjes geduld en dan kunnen we ze met z'n allen bewonderen in het Archeon in Alphen aan den Rijn.